Voordat we verder gaan met deze video, wil ik je nog even iets laten weten. Want het blijkt dus dat één persoon die mijn video's kijkt, nog niet geabonneerd is. Dus ik wil even zeggen, jij die daar kijkt, die dus nog niet geabonneerd is, abonneer nou even op mijn kanaal, daar help je mij enorm mee. Dankjewel. Jongens van mijn kanaal, mijn naam is Mick. En vandaag gaan we kijken naar mensen die dingen te letterlijk namen. Zoals dit kindje bij een toets. De eerste vraag die had hij gewoon correct beantwoord. Namelijk, wie heeft er meer geld? En dat was Bobby. Maar toen vroegen ze, hoe kom je nou op dat antwoord? Laat zien hoe jij denkt. En hij heeft dus letterlijk een tekening gemaakt waarin je kan zien dat hij aan het denken is aan het woord Bobby. Ja, dat nam hij dus iets te letterlijk. Maar het is wel hilarisch. Net zoals de volgende, namelijk een moeder vroeg aan haar dochter, kan je even tegen die paal aanleunen voor een leuke foto? Nou, deze dochter die nam tegen de paal aanleunen iets te serieus. Ik denk dat die moeder bedoelde met de schouder en niet met je voorhoofd. Maar we hebben nog veel meer van dit soort foto's. Dus vind je dit nu al leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 4000 likes. Ik vraag het niet vaak. Dus kom op, laten we het gewoon een keer doen. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik wil proberen dit jaar nog de 450.000 abonnees te halen. En dat kan niet zonder jouw hulp. Dus als je nog niet geabonneerd bent, dan zou ik het heel erg waarderen als je dat wil doen. Dan gaan we gelijk door naar de volgende foto. Namelijk, hier staat motiveer je antwoord. En hij zegt, kom op antwoord, kom op. Ja, zo moet het antwoord. Ja, als je een antwoord motiveren heel letterlijk neemt, dan is dit helemaal correct. Hey schatje, stuur eens een foto hoe die onderbroek eigenlijk staat. En ja, zijn vrouw die deed dat ook. Maar ik denk niet dat hij dit bedoelt. Die vrouw heeft dus de onderbroek aangedaan bij deze hond. En ja, dan zie je in principe hoe die onderbroek eruit ziet als je hem aan hebt. Ja, alleen ik denk dat hij meer gehoopt had op zijn vrouw in plaats van zijn hond. Maar hey, die man heeft eigenlijk wel gekregen wat hij wou. Oké, daar staat hier dus een briefje met post no flyers. En post no flyers betekent eigenlijk gewoon plak geen flyers op deze muur. Dat is eigenlijk gewoon de betekenis. Maar flyers kan ook iets anders zijn. Namelijk als je flyers letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dan heb je vliegers. Oftewel dieren die vliegen. En deze persoon die heeft dus een foto geplakt op deze muur van dieren die niet kunnen vliegen. Ja. In principe staat er heel letterlijk, post geen vlieger. En hij heeft beesten geplakt die niet kunnen vliegen. Dus het is best wel aardig dat hij dat wou doen. Deze moeder, haar auto was kapot. En het autobedrijf vroeg of ze 3 foto's wou sturen. Van de voorkant, van de achterkant en van de zijkant. En wat doet deze vrouw? Nee, ze stuurt niet 3 foto's van haar auto. Nee, ze stuurt 3 foto's van haarzelf. Van de voorkant, van de zijkant en van de achterkant. En dat bedrijf antwoordt ook van, Susan, you look very nice, but I need pictures of your vehicle. Dat bedrijf moet ook echt denken van, wat is dit voor een dom wijf? Stel je voor, je bent een autobedrijf en je krijgt opeens 3 foto's van de persoon in plaats van de auto. Ja, ik denk dat je dan wel de beste werkdag van je leven hebt. Deze moeder die vroeg aan haar kinderen, kan je de toiletpapier onder de kraan leggen? En ja, dat hebben die kinderen zeker gedaan, zoals je kan zien. Natuurlijk bedoelde die moeder eigenlijk in de kastjes onder de kraan, maar ja, dan had ze dat maar moeten zeggen. Ze liggen nu letterlijk onder de kraan. Oké, de volgende foto is een schoolopdracht. En de schoolopdracht was dat je een historische brief moest schrijven die erg realistisch is. En die historische brief die moest uit een ander land komen. Nou, dit kind die heeft een erg realistische historische brief uit een ander land geschreven. Hij heeft namelijk gewoon wat Chinese tekens gegoogeld, achter elkaar geschreven en boom, je hebt een realistische brief uit de historie van China. Ik denk dat zijn leraar ook niet Chinees kan lezen, dus ik denk dat hij wel een 10 krijgt. Of als zijn leraar er niet mee kan lachen, krijgt hij waarschijnlijk een 1. Stel je voor, je zit in een restaurant. Dat is al heel moeilijk voor te stellen met corona nu. Maar stel je voor, je zit in een restaurant en ze vragen aan je, wat voor toetje wil je? En je zegt, oh ja, ik hoef niks. En opeens krijg je dit bord, waarop letterlijk staat, niks, met chocoladesaus. Ik zou echt helemaal stuk gaan. Echt, ik zweer het je. Ik zou het ook gelijk opeten, like, dat is geniaal. Ja, doe mij maar een klein biertje. En wat kreeg hij? Hij kreeg letterlijk het kleinste biertje ter wereld. Ik heb nog nooit zo'n klein biertje gezien in een restaurant. Ik wil niet weten wat je krijgt als je een groot biertje bestelt. Waarschijnlijk krijg je dan net een theeglas of zo. Maar dit is wel heel letterlijk een klein biertje. Ik denk dat deze persoon ook even hardop moest lachen. Deze man die vroeg aan zijn vrouw, kan je wat bevroren fruit van de supermarkt halen? En op zijn Engels is dat natuurlijk
natuurlijk frozen fruit. En deze vrouw die heeft, ja, frozen fruit meegenomen, maar niet het bevroren fruit die hij bedoelde. Namelijk, ze heeft letterlijk bananen, die niet bevroren zijn natuurlijk, heeft ze meegenomen met een frozen sticker erop. Ja, in principe is het frozen fruit, maar dat is niet wat hij bedoelde. Hij bedoelde natuurlijk daadwerkelijk van dat bevroren fruit dat in de vriezer moet en dat zeg maar bevroren is voor een milkshake of zoiets. Daar kan je... Maar niet normale bananen met een frozen sticker. Eigenlijk is het ook iets wat ik zou kunnen doen. Gewoon omdat het heel hilarisch is hoe diegene dan gaat reageren als je dit meeneemt. Van hier is je frozen fruit. En die persoon ziet dan opeens een banaan met een frozen sticker. Eigenlijk is het echt hilarisch. Ik zou het zelf ook kunnen doen. Oké, bij een fastfood restaurant, als je een bestelling daar wilt plaatsen, dan moet je je naam zeggen. Zodat ze je naam kunnen roepen en je dan je bestelling op kan halen. Nou, deze persoon die antwoordde toen, Zack. En de persoon die zeg maar zijn naam moest opschrijven, die schreef letterlijk op, Zack. Ik weet het niet hoor, maar geef deze man alsjeblieft meer geld, want hij moet hier voor de rest van zijn leven blijven werken. Die persoon die dit heeft opgeschreven, met de zelfs erbij, is gewoon geniaal. We gaan gelijk door naar de volgende fastfood restaurant. Namelijk, bij deze fastfood restaurant werd gevraagd, hoeveel saus wil je erbij? En die persoon antwoordde, oh, doe maar zoveel saus als je mag geven. Ja, doe dat dus nooit bij Taco Bell, want blijkbaar krijg je dan 2 volle zakken saus. Wat heb je aan zoveel saus? Stel je hoor iemand zegt, oh, doe maar zoveel saus als je wilt. En je krijgt gewoon 2 volle zakken saus. Dat is wel echt ziek. Dan neem je zoveel saus als je wilt. Wel heel letterlijk. Hey, verkoop jij nog steeds die Mercedes-auto? Yeah. Kan je een foto sturen? En wat doet deze persoon? Hij stuurt een foto van zichzelf en niet van de auto. Die persoon zegt ook zo van, nee, ik bedoelde de auto, niet jij. Het is ook zo logisch dat hij de auto bedoelde. Oh my god. In principe, hij heeft wel een foto gestuurd. Die persoon had maar moeten vragen waarvan de foto was. Ik ben het helemaal mee eens met deze oude boomer. Schrijf 80 tot 100 woorden op. En deze persoon die schrijft letterlijk 80-100 woorden. Ja, op deze manier kan je wel heel makkelijk een 10 halen voor je toets. Maar ik zou het toch niet in de praktijk gaan proberen, want ik denk dat je leraar het niet heel leuk gaat vinden. Oké, de volgende persoon die werkt bij een tankstation. En die moest de vloer dweilen. Nou had zijn baas dus tegen hem gezegd van als de vloer nat is, dan moet je een bordje erbij plaatsen dat het nat is. Van wet floor, pas op, weet je wel. Natte vloer, pas op, het is glad, bla 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 bla. Jullie kennen de bordjes wel. Nou, deze persoon die nam dat heel letterlijk en heeft op elke plek waar de vloer maar een beetje nat is, zo'n bord geplaatst. Dus nu staan er zeg maar 30 van die borden in heel de winkel. Mensen kunnen niet eens meer normaal lopen zonder op te letten. En ik denk dat ze eerder aan het opletten zijn of ze tegen zo'n bordje aanlopen. Jullie weten denk ik zelf ook wel als je bij Starbucks wat te drinken haalt, dat je dan je naam kan zeggen en dan schrijven ze je naam op de beker. Nou, deze persoon zei Brian met een Griekse ei. En hij kreeg letterlijk op de beker Brian met een Griekse ei. En het allernaarste is dat ze zelfs Brian dus met een i hebben geschreven in plaats van met een Griekse ei. Oh mijn god. Stel je voor, je zegt tegen een mattie van je, ja, eet maar de helft van mijn druiven op. Ik eet zo wel de rest op. Ik heb niet zoveel honger. En je treft opeens dit aan in je bakje. Ja, hij heeft letterlijk de helft van je druiven opgegeten. Maar ik denk niet dat je dit bedoelde. Dit is zo ranzig. Oh mijn god. Papa, papa, ik wil zo graag een 3DS. Jullie kennen hem vast wel, de Nintendo 3DS. En hij zei tegen zijn vader, ik wil zo graag een 3DS. Nou, hij heeft dus ook letterlijk een 3DS gekregen. Oh mijn god. Ja, dit is een S in 3D. Maar dit is niet wat je zoon bedoelde. Deze vader is echt een mega boomer. They told me to make a sign. Oftewel. Oh mijn god. Ze zeiden dat ik een bordje moest maken. Ja, ja, ja. Dit is echt. Dit is te letterlijk. Dit is echt. Oh mijn god, dit is zo slecht. Ja, ik wil graag een kleine cola, maar dan in een medium beker. Nou, dan krijg je dus dit. Dit is een kleine cola in een medium beker. Ja, het is letterlijk wat je vraagt. Maar dit is niet wat je natuurlijk bedoelt, maar het is wel letterlijk wat je vraagt. Je kan ook niet zeggen van, what the fuck heb je gedaan? Ja, je wou toch een kleine cola in een medium beker? Ja, dankjewel. Ja, ja. Ik zweer het je, deze werknemers zijn echt hilarisch. Ja, ik wil graag 1 hamburger en mag daar mayonaise op? Oh ja, natuurlijk hoor. Nou, hier is je hamburger met mayonaise erop. Letterlijk de mayonaise op het brood. Ja, dat zal lekker eten. Dat zal heel lekker eten. Nou, dames en heren, dit waren mensen die het iets te letterlijk namen. Dus doe even dat duimpje omhoog. En dan bedoel ik niet dat je nu je duim omhoog moet doen, want dat zou iets te letterlijk zijn. Maar dan bedoel ik van, yo, scroll even hier naar beneden en druk met je muis op de like-knop.
Ja? Klik met je muis op de like-knop. Je moet niet letterlijk drukken. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Like gewoon. In ieder geval, vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik probeer dit jaar de 450.000 abonnees te halen. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is Mick out.